Aan de telefoon heb ik Paul Verhoef. Hij is van de Rabobank, de hoogste baas zeg maar, van de kantoren Randmeren. En die kantoren, meneer Verhoef, die gaan dicht. Waarom is dat? En waar gaan ze dicht? Ja, we hebben gisteren besloten om vanaf gisteren ook 4 kantoren te sluiten. Dat is in Harderwijk, Ermelo, Putten en Bunschoten. Kantoor Nijkerk is daarmee ons enige kantoor wat open blijft. 2 redenen. De eerste reden is dat we zien gelukkig dat klanten het advies van de RIVM ook te harte nemen en eigenlijk nog nauwelijks naar kantoor komen. Anderzijds zagen we ook dat er ook nog steeds klanten waren die dat advies wat minder te harte namen. En onze medewerkers en wij als directie voelden ons daar ook steeds minder senang bij. Dus vandaar dat we besloten hebben om die kantoren te sluiten. Ervan uitgaande dat klanten ook prima telefonisch geholpen kunnen worden. Dat hebben we ook aangekondigd. En daar maken klanten ook goed gebruik van. Gelukkig kan er in deze tijd heel veel op afstand. Via telefonie of via videochat. En als het echt niet anders kan, dan zijn klanten bij ons van harte welkom in het kantoor in Nijkerk. Ja, maar dat is dan alleen op afspraak. Ja, nou, we hebben gezegd, bij voet maken een afspraak, dan heb je de grootste kans dat je niet lang hoeft te wachten. Mm-hmm. Alhoewel dat in de praktijk wel mee blijkt te vallen, want mensen die nogmaals die zijn niet meer echt genegen om gezien de situatie om zomaar spontaan even nog naar het kantoor te komen. Maar liefst op afspraak, als het echt niet anders kan en het is spoed, dan zijn ze uiteraard van harte welkom in Nijkerk. Dan worden ze prima geholpen. Oké, iets anders is, ik las van de week ergens in 2008 waren de banken een deel van het probleem. En nu, in 2020, zouden ze een deel van de oplossing zijn. En die oplossing is dan vooral in economische termen. Hoe is dat met de Rabobank? Ja, nou ja, gelukkig geldt dat ook voor de Rabobank, maar überhaupt alle Nederlandse banken. In die zin heeft de crisis louterend gewerkt. Ja. En is er onder druk, hè? Van ook de toezichthouders, maar ook de eigen wil, wetende dat er zomaar iets kan gebeuren wat de situatie anders maakt. Vanaf 2008 heel hard gewerkt om de veiligheidsbuffers van banken te verhogen. Yeah. En die zijn dus dusdanig dat we gelukkig ook nu de rol kunnen pakken. En onze klanten, zowel zakelijk als particulieren, kunnen helpen om door deze barre tijden heen te komen. Dus er is ruim voldoende vet op de botten. Om die rol ook te pakken. En daar ben ik blij mee, want daar zijn banken ook voor. Ja. Anders dan in 2008, waar het loket misging. Mm-hmm. Dan zien we nu gelukkig dat we nou, in brede front, maar dat doen we ook. Kijk, het mooie van deze tijd is dat de binding ontstaat in de samenleving. En dat de grootbanken in Nederland, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Rabo, in die zin ook de handen ineen geslagen hebben. Dus nu telt maar één ding, Nederland helpen. En de Nederlanders helpen, of het nou bedrijven is of particulieren. Dat doen we ook met vreemde krachten. Dus er is ook vaak een frequent overleg met die banken. Ja, maar stel nou, ik ben ZZP'er en ik heb een hypotheek. En omdat mijn omzet wegvalt, kan ik die hypotheek niet meer betalen. Ja. En ik heb die hypotheek bij de Rabobank. Ja, nou, dan geldt eigenlijk hetzelfde als voor zeg maar nu het MKB, waarbij we voor 6 maanden uitstel van aflossing aanbieden. Ja. Een soortgelijke regeling zit ook in het vat voor particuliere klanten. Zeker die particuliere klanten waarvan het inkomen inderdaad bestaat uit het feit dat het voeren van een bedrijf. Mm-hmm. Die kunnen bij ons aankloppen en op het moment dat ze aangeven dat ze echt in problemen zitten, dan gaan we ze helpen. Een beetje in dezelfde lijn als het MKB. Oké. Iets anders is, u heeft uw pand verkocht aan de gemeente en u gaat verhuizen naar een kleiner deel in het pand. Daar heeft u nu wel, die kantoren, ja, Nijkerk blijft dan open, maar misschien ook wel met een beperkte bezetting, alle ruimte voor en alle tijd voor. Voor die verhuizing. Ja, de aanleiding is begonnen en die gaat door. Ja. De bedoeling is dat wij ergens halverwege juni dat deel waar we straks in gaan af hebben. En dan voor de zomer in het nieuwe gedeelte onze werkzaamheden kunnen hervatten. Dat we hopen dat dan enigszins de situatie weer wat genormaliseerd is.
En dan is het volgens mij de bedoeling dat de gemeente na de zomer gaat starten met de verbouwing van het toekomstige gemeentehuis.